welkom terug. Nou, ons is bezig met een reeks om te kijken wat, hoe kan jullie een paarkie blij, hoe kan jullie een koppel blij, hoe kan jullie een huwelijk blij, een connectie blij met elkaar, onzekere tye soos hierdie. En in verlede week het ons daarna gekyk hoe om teenwoordig te wees, hoe om bij elkaar te wees, door elkaar te kan praat en om elkaar te kan luister. In verlede week het ek daarna gekyk, luister is genoeg. Nou, hoe kan dit genoeg wees in onzekere tye soos hierdie? Daar is iets in mij wat net wil opkom, moet nie nou stil sit nie, ons moet nou iets doen, ons moet nou kreatief wees, ons moet nou plannen maak, hier kom moeilike tye. En hoe is net teenwoordig wees iets doen? Want daar kom een vrees in ons op, as mens net sit en luister, dan doen jy niks nie. Nou, die wenk vir hierdie week is om te weet, om teenwoordig te wees, om in verhouding te wees, soos om na jou maat te luister, is om alles te doen. Daar gebeur so baie wanneer een mens in connectie is met de ander mens. En een van die goed wat gebeur, jy doen nie niks nie, as jy net sit en luister nie, een van die goed wat gebeur, is mens voel dat jy behoort, mens voel in contact, mens voel raak gesien. En dit skep net een plek van verlichting, een plek van veiligheid. Veiligheid wat ons juist in onzekere tye nodig het, dat ek behoort, ek is nie alleen nie, ek is by jou, ek is by my maat, ek is by die een wat vir my omgee. Dit skep net iets aan mense binnenkant wat het so gang van, amper op een diep vlak van, ek gaan nie dood nie. Jy is goed wat door mekaar loop, jy is goed wat my bekommerd maak, maar ek gaan nie dood nie. En daar die gevoel van verlichting, daar die gevoel van behoort, dit is die meest effectiefste plek om nou kreatief te wees. Mens kan nie kreatief wees in bang en geïsoleerd nie, maar mens kan baie kreatief wees in bang en bekommerd en in connectie en in verhouding. Vooral as jy een ervaring kan gee vir jou maat en jy een ervaring kan kry van jou maat af, dat op my moeilikste plek, op my meest kwetsbaarste plek, op my bangste plek, is jy nog steeds by my. Dit is die beste context vir kreativiteit. So jy doen nie niks nie, jy doen verskrikkelijk baie. Bly veilig hierdie week, bly naby in mekaar, moet nie dat die bekommernisse dit doen nie. Hoor mekaar, praat met mekaar, jy het mekaar nou baie nodig. Bly ook gezond en alles sterkte vir hierdie week.